Onder de bevolking is irritatie over het beeld van een koning die er warmpjes bij zit, voorzitter, terwijl de gewone man met tranen in de ogen afrekent. Het kabinet geen aanleiding ziet tot wijziging van het stelsel of onderdelen hiervan. Waarom voegt u die aangenomen Kamermotie niet uit? Hoe werkt die ministeriële verantwoordelijkheid nou daadwerkelijk in de praktijk? Is er nou eigenlijk de baas over het Koningshuis? Is dat de koning zelf, de premier, de Tweede Kamer? Die verhouding tussen koningshuis en politiek is soms best wel ingewikkeld. Uh, hoe dat nou precies zit, daar ga ik het over hebben met Daniela Hooghiemstra, journalist, historica en uh, schrijver van diverse boeken over het Koningshuis. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Uh, ja, waar kunnen we je onder andere van kennen als het over dit onderwerp gaat? Ja, nou, ik heb net een uh, luisterboek uh, gemaakt. Uh, dat uh, is gebaseerd op een boek wat ik heb geschreven in 2005. Uh, samen met Doreen Hermans. Vertel dit toch aan niemand heette dat. En uh, dat, was een, uh, dus dat was eigenlijk mijn uh, eerste uh, boek uh, over het, het hofleven. Dat ging over een hofdame die werkte aan uh, het hof van Willem III. En zij schreef uh, elke week, of, of wel twee keer per week, aan haar moeder over het leven uh, in het paleis. Dus. Ze krijgen we een um, beetje een inkijkje in nou ja, hoe dat hofleven is. Willem III was volgens mij ook niet de meest zachtzinnige koning. Nee, nee. En het waren echt onthullende brieven. En um, nou, in dat boek hebben we eigenlijk een, een, een thema, denk ik, uh, behandeld. Wat, wat ik daarna uh, op eigenlijk allerlei manieren weer opnieuw ben, ben gaan uh, bekijken. En dat is. Uh, toch wel het contrast tussen uh, het, het leven achter de paleismuren en uh, het leven daarvoor. Uh, dus dat er eigenlijk een, een enorme uh, um, kloof is tussen die twee levens. Ja, en imago, zeker in deze tijd, is natuurlijk alles. Uh, ja. Dus dat, ja, dat wordt steeds gekker, dat, dat verschil. Maar mensen kunnen je natuurlijk ook kennen van, van artikelen in Elsevier, in De Groene, in Volkskrant, waarbij je, waar je ook de actuele ontwikkelingen van het Koningshuis een beetje duidt met die historische kennis erbij. Zometeen gaan we het echt helemaal hebben over hoe is de koning en de politiek, hoe is die verhouding nu? Um, maar eerst misschien toch ook wel goed om te weten van wat is nou officieel de rol van de koning in ons staatsbestel? Ja, de rol van de koning, um, ja, ik denk in de eerste plaats samenbinden, um, vertegenwoordigen natuurlijk ook. Uh, Informele zin um, en uh, aanmoedigen, consulteren. Staat het ook echt in de wet van hij, hij moet ons aanmoedigen of, of de premier? Of... Uh, nee, voor zover ik weet staat dat niet in de wet. Um, er staat natuurlijk wel in de wet dat hij, um, het, uh, uh, dat hij de koning is. Ja, <laughs> dat en de, dat de, tekent de wet betekent. Ja. Maar niet, uh, het is voor de duidelijkheid, het is een koning met een voornamelijk ceremoniële functie. Ja, hij heeft eigenlijk, zouden we kunnen regeren zonder koning? Ja. Uh, ja. Um, hoe, hoe ziet de koning dat zelf eigenlijk? Heb je daar een idee van? Wat zijn rol is? Ja, nou dat is wel interessant. Dat, uh, ik, ik had een, uh, een, een tijd geleden, heb ik een, een, uh, een, een hele uh, een bijzondere ontmoeting, mag ik wel zeggen, gehad met hem... Uh, waarin hij dat uh, tegen mij uh, heeft gezegd. Um, en dat was uh, een uh, gelegenheid. We hadden een, uh, er was een debat geweest over de monarchie. Uh, en uh, dat was georganiseerd door de uh, historische vereniging Oranje Nassau. Dat is een beetje een soort chique club van mensen... die zich bezighouden met uh, de geschiedenis van het uh, Oranjehuis. En uh, ze wilde aan het eind van de dag, want ze bestonden honderd jaar... ze wilde aan het eind van de dag een debat uh, organiseren over uh, de toekomst van de monarchie. En omdat ze honderd jaar bestonden, was de koning ochtends zou die te komen openen. Uh, en dan zou er dus aan het eind van de dag dat debat zijn. En dat debat, dat wilde ze echt een beetje uh, kritisch uh, inkleden. Dus ze, ze, ze zocht wel naar mensen die ook wel uh, kritisch keken uh, naar de monarchie... Ik denk dat ze misschien daarom ook mij hadden uitgenodigd. Ze hadden ons ook mogen uitnodigen hoor. Maar... Ja, nou ja, misschien dat ze dat nog net niet durfde, dat kan. Maar um, in ieder geval was het zo dat hij, de, de koning dus, had uh, niet zo uh, uh, lang daarvoor, had hij uh, gezegd van ik wil eigenlijk wel bij dat debat aanwezig zijn. Nee, hey, uh, dat is gek, dan ga je dus... Terwijl de koning naar je zit te kijken, ga je over zijn toekomst. Uh. Ja, dus daardoor veranderde eigenlijk. Maar de, de samenstelling van dat, van, de, van dat debat was dus al bepaald. Uh, dus eigenlijk, en, en we hadden ook al besproken hoe we dat zouden. Uh, een beetje een gesprek gehad daarover. En, maar toen ineens was het dus zo dat de koning gewoon op de eerste rij uh, zou zitten. En dat, dat, is, dat is toch iets geks. Want dan heb je het. Was hij nog heftig ja of nee aan het uh, schudden? <laughs> nou, daar heb ik niet op gelet. Um, wat was je verhaal toen over de toekomst? Nou ja, er was me dus gezegd van, er verandert niks aan wat we besproken hebben. Dus je, je moet gewoon je, je ideeën over de toekomst van de monarchie zoals je die hebt, moet je gewoon... Uh, en ja, dat, dat lijkt me ook, ik kan natuurlijk niet ineens een heel ander verhaal gaan vertellen omdat, omdat de koning daar Gelukkig de, zit. niet. Nee, dus... Um, ik had het uh, mijn inbreng was eigenlijk ging vooral over uh, dat, dat er ja ik riep eigenlijk een beetje op dat dat tot dat, dat we dat de, de Kamer een, een, een veel um, zelfstandiger rol moet uh, gaan uh, claimen als het gaat om wat de rol van het staatshoofd moet zijn. Uh, want mijn uitgangspunt was, uh, we hebben een staatshoofd nodig in Nederland. Uh, eigenlijk juist nu, omdat het is best een beetje een wiebelige uh, uh, constellatie, hè, politiek. Dus er is eigenlijk meer dan ooit behoefte aan zo'n samenbindende, uh, vertegenwoordige, uh, vertegenwoordigende figuur. Maar de Kamer moet dan bepalen wat voor rol zo iemand heeft. Ja, en de Kamer zou dus, dus eigenlijk zelf... Uh, in feite een, een functieprofiel moeten hebben van dat staatshoofd, waar dus allerlei dingen in uh, zitten. Dus dat er komt van beloning tot uh, rol die die speelt. Uh, uh, daar zou echt vanuit de Kamer over nagedacht moeten worden wat, wat dat is. En dan vervolgens kun je. Uh, nou, is, ik denk, jammer voor jou, maar ik denk. Dat het er niet op uit zal draaien dat de meerderheid dan zegt. we willen helemaal geen koning meer. Want ik geloof... We gaan zelfstandig een functiebeschrijving maken. En daar rolt dan heel toevallig uh, meneer met een, met een baard uit Wassenaar uit. Uh, ja, nou, ik als denk, meest geschikte kandidaat. Ik denk wel dat de meeste mensen nog altijd in Nederland toch een band hebben met het, uh, met de, het oranjehuis. En dat ze dus, als je, als je ze echt uiteindelijk vraagt van wie, wie moet nou die rol? Dat ze dan toch wel fijn vinden dat, dat ze dan die koning houden. Nou, dan gaan we zo, gaan we daar verder over praten. Alleen en ook al, hoe die politiek omdat, kijkt. Ja, nou alleen al omdat we er ook niet uit zouden komen, denk ik... als we een president zouden moeten kiezen. Maar, maar da daar gaan we het zo over hebben. Ik okay. ben nu, want die koning <laughs> zit daar nog steeds te kijken... terwijl je dat aan het vertellen bent... over die functiebeschrijving van het staatshoofd. Ja. Uh, uh, ja, hij ging er ook op in zelf later. Nou, toen kwam hij dus... Na het debat naar mij toe. En eigenlijk, ja, ik denk eigenlijk dat hij een beetje boos was. Oh. Ja, tenminste, zo kwam het op mij over. Hij gaf me een hand en hij zei: U heeft het maar de hele tijd over dat staatshoofd. En toen zei hij: Ik ben geen staatshoofd. Ik ben ooit, ik ben geen staatshoofd. Dat staat helemaal niet in de grondwet. Dat klopt, er staat de koning. Precies. Dus dat, daar had hij gelijk en dat het niet in de grondwet stond. Uh, maar toen zei hij, ik ben hoofd der natie. En dat staat wel in de grondwet? Nee, dat staat ook niet in de grondwet. Oh. Dus dat vond ik heel interessant. Dat, toen dacht ik van waarom zou hij nou zichzelf geen staatshoofd vinden, maar wel een hoofd der natie? En wat is dan eigenlijk het verschil? Nou ja, daar heb ik natuurlijk een beetje over nagedacht. En ik denk dat het verschil is dat uh, hoofd der natie is eigenlijk een romantisch idee. Dus uh, dat is een idee waar je misschien niet al te rationeel over moet doen. Een soort vaderfiguur um, of zo? Of wat, ja, dat, en wat iemand is die is, die, die altijd is en zal zijn. En waar je eigenlijk, um, ja, die eigenlijk boven de aarde zweeft. Als dit het klinkt daar. bijna religieus, dit. Ja, nou dat is het, denk ik. Dus dat, dat is nu mijn conclusie, dat hij dus over zichzelf, en dat, dat staat eigenlijk wel in verband met, met zijn voorgangsters, uh, met name Wilhelmina en Juliana, die, dat waren eigenlijk hele religieuze mensen. Dus die hadden een. Maar hij zelf niet, geloof ik. Um, ja, je kunt natuurlijk op allemaal manieren religieus zijn. Hè? Het is, het is... Niet kerkgaand, maar wel in je, in je denken. Ja. Nou, ik vond dit dus, wat dat betreft, vond ik dit een aanwijzing dat hij kennelijk een, een religieus idee heeft over zijn rol. Maar het, ja, voor een nuchtere Hollander dan als ik wat, wat, wat doet zo iemand, een hoofd der natie. Ja, dat is een goede vraag. Um, ik vind dus dat, dat wij daar veel meer. Uh, ik wil niet zeggen dat hij een ambtenaar is die in onze dienst is, want ik zie ook wel dat een koning wel iets meer is dan dat. Maar ik vind wel dat we iets meer zouden kunnen nadenken over en ook gewoon actief, hoe noem je dat, um, leidend zijn, kunnen zijn in wat we van het staatshoofd uh, verwachten. En ik, ik hou ook wel echt vast aan het idee dat een koning een staatshoofd is. Hoe zien, ja wij is natuurlijk lastig, maar de, de samenleving, hoe zien wij de koning eigenlijk? Zien wij hem ook als hoofd der natie? Nou, misschien een heleboel mensen wel. Want ik geloof eigenlijk wel dat, dat Nederland een heel religieus land is. En dan bedoel ik dus religieus niet in, als dat we allemaal zondag naar de kerk gaan. Maar dat wij, uh, ik denk ook dat de reden eigenlijk dat we nog steeds een koninkhuis hebben, is dat. Dat, we, dat Nederlanders toch uiteindelijk een, een, een heel uh, uh, ja, toch romantische behoefte hebben aan iets wat, wat boven hen is. En wat er altijd is, en wat een soort vaderlijk toezicht heeft op alles. Toch strookt dat dan niet helemaal met die razendsnel dalende steun voor het Koningshuis? Ik weet niet of dat daarmee te maken heeft. Want je kunt ook, um, juist als je zoveel verwacht van iets wat zo hoog boven je is, kun je er ook heel boos op zijn. Dus uh, we willen wel een koning, alleen niet deze koning. Ja, we zijn de hele tijd maar teleurgesteld over die, die, die vader van ons. Maar we willen die vader wel heel graag hebben. En uh, ja, het, het is, ik vind het soms een beetje kinderachtig, heel eerlijk gezegd. Want ik, ik denk van ja, er zijn toch heel veel dingen. Um, nou ja, zoals die dat discussie die nu is geweest hè, over uh, de, de salariering van de koning. Uh, over de, dus de rol van de koning. en de ministeriële verantwoordelijkheid van het, van het, uh, voor het Koninklijk Huis. Uh, hebben politici dan ook dat idee? Van ja, dit nou is ja, een hoofd Ja, precies, en, uh, maar dat valt me dus dan tegen van de politiek. dat ze eigenlijk zo weinig uh, ja, zelf in staat zijn om dat zo te organiseren zoals wij dat zoals dat in het belang is van ons laten we heel even je bent natuurlijk ook historica laten we heel even de geschiedenis induiken uh, de koning en de politiek uh, wordt de koning bijvoorbeeld in het parlement werd hij altijd in het parlement al besproken hoe ging die omgang ja nou dat is interessant er is eigenlijk heel lang helemaal niet over de koning gesproken um, daar kwam ik achter toen ik mijn boek over Irene schreef, uh, dat is uh, de, 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 het zusje van Beatrix dat op een gegeven moment uh, wilde trouwen met een uh, katholieke uh, prins, een, een soort Spaans-Franse prins. Ja, en back in the days, voor de mensen die dat niet hebben meegemaakt, was dat <laughs> nogal een ding? Was een ding, want ja, het idee was toch: het, ons koningshuis is protestants. Uh, de, de verhouding tussen katholieken en protestanten was natuurlijk altijd zeer gespannen en moeilijk. En zelfs ook in de jaren zestig was dat, was dat conflict nog niet helemaal opgelost. Of eigenlijk helemaal niet opgelost. En, dus dat was eigenlijk een soort bom die viel dat uitgerekend een oranje prinses ging trouwen met een katholiek. En uh, toen kreeg je dus een heel hevig debat over uh, ja, of dat huwelijk of dat. Kon of niet? Maatschappelijk debat of een debat in de Kamer. Ook. In de Kamer. En dat was voor het eerst dat er over de Koning in de Kamer gesproken werd. En daarvoor, als er iets was met het Koningshuis? Nee, dan er was, was het... nooit iets met het Koningshuis. Nou, nee, dat is niet waar. Je had natuurlijk de Geet Hofmans affaire gehad, maar daar is eigenlijk heel weinig. Uh, uh, zeg maar in de kamer. Uh, dat over. kon nog onder de pet gehouden worden. Dat is worden ook. allemaal toch op, op regeringsniveau. heel grotendeels achter de schermen is dat uh, opgelost. En, een, en toen... uh, ja, dus een, een echt publiek debat. waar iedereen aan meedeed. waar alle partijen. Hoe ging dat het dan Zo'n debat. Ja, heel heftig. Um, en dat. vandaar dat religieuze. Dat, dat ging namelijk over religie. En dan zie je dus dat mensen. Uh, ja, ik denk dat politiek in Nederland is heel lang religie geweest. Um, en dus dat, dat uh, de, de, de verdeling uh, van, de, van de Kamer, dat ging over katholieken en protestanten. Uh, en dat is natuurlijk nu niet meer zo. Nee, want als we nu een beetje naar de laatste dertig jaar dan maar gaan, of de laatste twintig jaar misschien wel. Uh, nu wordt de koning wel besproken in het parlement. Ja, dus dat is. Um, nou, dat is sinds Irene is dat natuurlijk vaker gebeurd. Uh, eigenlijk best wel heel vaak ook. Maar je ziet dat het debat eigenlijk nooit echt doorbijt. Hè? Nee, want je hebt schandalen, is, is denk ik een, een uh, moment waarop er iets gebeurt. Een, een, een Lockheed-affaire of, of iets ja. over nou ja, kleinere dingen in 2000, vakantie. Ja, nou, je ziet dus altijd het vuur heel hoog opgaan. En dan dus in de media en de kranten, uh, overal, de mensen worden heel boos, het, 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 dus het, je kunt niet zeggen dat er niet over gepraat wordt, helemaal niet. Maar op het moment dat het dan uh, politiek vertaald moet worden, dan zie je het langzamerhand, verbrokkelt het en is het ineens verdwenen en gebeurt er eigenlijk, verandert er eigenlijk niks. De Kamerleden maken even hun punt, maar er komen geen ja, moties, abonnementen, wetsvoorstellen. Ja, er komen om... ook wel moties, maar die, die halen het dan weer niet. Of die zijn net weer zo dat het, dat het allemaal vaag is. En dus het, op de een of andere manier lukt het niet om, een, uh, om als parlement een eigen uh, gewicht te zijn tegenover uh, de koning. Nou, laten we daar naar gaan kijken, want we hebben een aantal voorbeelden. Uh, uh, van de uh, behandeling van de begroting van de koning. En dat is naast de schandalen en de huwelijken... volgens mij het enige moment dat de Kamer echt over het Koningshuis kan praten. Uh, daar hebben we een, een paar uh, uh, fragmenten uit het debat... dat uh, op de tijd van de opname uh, gisteren is uh, geweest. Um, en uh, ja, ik, ik ben benieuwd. Uh, het is natuurlijk wel geknipt, want het was zes uur lang <laughs> duurde dit. Dus er zijn korte fragmentjes. En mijn eerste vraag eigenlijk bij het fragment wat je nu gaat zien van uh, de fractieleider van de grootste oppositiepartij, uh, Jesse Klaver, is: ja, gaat dit debat wel over de uh, koning? Voorzitter, honderd dagen het kabinet schoof één. Honderd dagen. Honderd dagen ruzie, onvermogen en complete chaos. Er zijn nu al speculaties, niet of het kabinet gaat vallen. Maar wanneer de stekker eruit wordt getrokken. Omdat we allemaal zien wie hier de boel coëneert. Geert Wilders in dat vak. En dan het Koninkhuis, voorzitter. Het is geen geheim dat uh, mijn partij het liefst wil... dat we naar een ceremonieel koningschap gaan. Dat wij opvattingen hebben over uh, de, uh, de hoogte van, uh, van het loon van de koning... en dat het naar beneden zou moeten. Maar ook het koningschap is op dit moment niet heilig. Ook dat wordt gebruikt om... Uh, het huis van Torbek, wat zorgvuldig is opgebouwd om het af te breken. Een voorstel van de PVV: een amendement om uh, het loon te, te verlagen van de koning. Iets waar wij eerder ook voor hebben gestemd, wat collega's van de SP ook wel eens hebben voor uh, gestemd. Als zij ermee komen, ik zou er gelijk voorstellen. Ik zal u één ding vertellen. De koning heeft dit jaar wel gewerkt. In ieder geval heeft hij de troonrede uitgelegd voorgelezen. Daar waren we allemaal bij. Van de PVV-fractie waren bij 135 debatten die hier zijn geweest, waar is ze er niet bij. Ja, dit is een een prachtige illustratie eigenlijk. Dus um, kamerleden willen altijd laten zien dat zij heel kritisch zijn. En dat zij ook dit vinden en ook dat vinden. Maar uiteindelijk um, zoeken ze altijd een bliksemafleider... om uh, ook echt iets uh, te organiseren. Dus hier in, de, in dit geval is de bliksemafleider even Wilders. Uh, want ja, Wilders en zijn, zijn mensen die zijn dan niet bij uh, debatten aanwezig... Uh, dat is natuurlijk ook waar. Uh, en dat is ook iets waar je heel erg over kan opwinden. Maar daarmee wordt dus eigenlijk de, 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 de aandacht weer afgeleid van maar, waar het eigenlijk om gaat, namelijk die koning. Is het een bliksemafleider voor het Koningshuis? Of is het gewoon een afweging van partijen van nee, we schieten er veel meer mee op om andere politici aan te vallen dan om, om het over het Koningshuis te ja, hebben? Ja, dat denk ik. Want ik denk dus dat het politiek gewoon geen winst oplevert. Uiteindelijk. Ik denk dat het uh, politiek gevaarlijk is om werkelijk. Uh, iets te doen aan uh, en je maar en dat, het is politiek ook belangrijk om te laten zien hoe kritisch je bent over de koning. Dus er wordt wel altijd uh, dat heeft Pechtel natuurlijk in het verleden ook altijd gedaan. D66 heeft altijd zich geprofileerd als een partij die, die uh, ja, tegen dit en tegen dat. Weet je dat dus en... iedereen denkt dat D66 tegen het koningshuis is, terwijl de partij is gewoon voor de monarchie. Ja. Maar omdat ze altijd in beeld komen met boe-boe. Ja. Nee, maar dus dat dus die twee dingen zijn belangrijk. Je moet je dus kritisch tonen. En, en, en uh, eigenlijk, als het aan jou zou liggen, dat hoor je ze ook heel vaak zeggen. Als het aan mij ligt, dan zou er een republiek komen. Maar vervolgens. Ja, als maar het niet voor de camera. Ligt... <laughs> Jawel, dat zeggen ze ook. Dat hoor je Klaver ook zeggen. Als het... Nee, dat hoor je niet. Zeggen. Oh nee, dat ceremonieel koning. Dan komen we zo nog. Ja, op. Ja, maar dat is, dat is natuurlijk ceremonieel koningschap is ook zo'n. Zo'n stoplap. Gaan we, gaan we het zo over hebben. Maar <laughs> dit, dit was een beetje van, gaat dit debat wel over? En ook als je de headlines ziet van de NOS, dan gaat het over uh, de rol van Schoof en, en, en Wilders. En ik snap dat dat ook grote politieke problemen zijn. Uh, maar ja, ik, heb het, ik heb altijd een beetje het idee van, echt over het Koningshuis gaat het niet. Nee, um, het gaat nooit uiteindelijk over het Koningshuis. Want het... Koningshuis is toch in die zin heeft Willem-Alexander misschien wel gelijk met dat Hoofd der Natie-idee. Uh, het is een, een religieus idee wat wij gewoon in stand willen houden. En we willen daar niet aankomen. Ja, nou, daar verschillende meningen over. <laughs> uh, maar um, um, laten we even gaan kijken naar dan de, de, de grootste regeringspartij. Um, die had namelijk ook een voorstel bij dit debat. Was van tevoren al aangekondigd. Um, Eerst in het verkiezingsprogramma voor de, van de PVV. Daar stond namelijk in koning uh, belastingplichtig en verlaging bijdrage aan het koningshuis met 20% moest eraf. Um, nou, toen kwam er een voorstel en dat komt neer op 0,1% eraf. Maar het is een begin. Uh, namelijk de, uh, moet ik het goed zeggen, de, de indexatie van de A-component. Dus de... Stijging van het persoonlijke inkomen van de koning. die zou dan even moeten worden bevroren. Mm -hmm. voor volgend jaar. In de begroting waar we vandaag over spreken. is voor de koning een salarisstijging opgenomen van 7,18 procent. En onder de bevolking. is irritatie over het beeld van een koning. die er warmpjes bij zit, voorzitter. terwijl de gewone man elke dag met tranen in de ogen afrekent. bij de kassa van de supermarkt. Het zou de koning sieren, voorzitter. om vrijwillig afstand te doen van deze verhoging. En dat is helaas wederom niet gebeurt en daarom zijn wij als camera set en de PVV pakt hier opnieuw de handschoen op. Voorzitter, um, inhoudelijk ben ik het met de heer Deen eens, maar ik heb eigenlijk een juridische vraag en ik hoop dat de heer Deen mij kan helpen. Hoe zit nou technisch en juridisch zijn amendement in elkaar en kan dit wel? Dus ja, dit is gecheckt, Wetstechnisch technisch en juridisch en ons is verzekerd dat hier geen twee derde meerderheid voor nodig is voor dit amendement. Maar de wet die gaat over het Koninklijk Huis, die is ook grondwettelijk bepaald in artikel 40 dat daar twee derde meerderheid voor nodig is. En als de heer Deen eigenlijk zegt, ik dacht dat het kon gezien bureau wetgeving, maar ik weet het niet helemaal zeker, dan zou ik hem aanraden, check het nou van tevoren. Uh, het is een letterlijk kopie dit amendement van het amendement Sylvana Simons. Voorzitter, uh, maar daar hebben we gewoon netjes brieven over ontvangen. Uh, en de minister-president schrijft daarover op uh, 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 een dag later dat uh, dit amendement botst met het wet op de financiële statuut. En dat moet met twee derde meerderheid in beide kamers worden aangenomen. Uh, als we daar twijfel over hebben en ik merk dat dat er is, nou, dan ben ik de laatste die zegt. Uh, ik gooi mijn kont tegen de krip om dat niet te onderzoeken. Dus dan doen we dat. <güls2> <güls2> ja, en uiteindelijk wordt er nu. Uh, ja, wordt er niks meegedaan. Is het, het weg? Ik. Ja. Nou, dit, dit is wel. Uh, uh, ja. Een beetje beschamend. Hè? Ik bedoel, het is, dit is, dit is, ik vind dit geen serieuze oppositie. Uh, dus de, nou, dit jij, is geen oppositie, dit is een regeringspartij. Ja, nou ja, maar ik bedoel oppositie tegen de koning. Ja, en daar, in die termen denk ik nu even: hè, van de ja, Kamer precies. als, als ja. macht tegenover de koning. Heel Nederland, want hè, dat zijn de 75% zegt belasting betalen. Bijna iedereen vindt er mag wel wat minder geld naar. Ja, nee, dus, dus de, op de een of andere manier. Nou ja, dit, dit is natuurlijk gewoon amateurisme. Hè, wat je bij de PVV wel vaker ziet. Ehm. Um, maar het, het, um, het is ook een, een, een uh, rode draad, uh, dat dus zo'n belangrijk onderwerp, hè, als, als dat, dat. Uh, eigenlijk vindt iedereen. Uh, dat het salaris, wat de koning krijgt en zijn familieleden, en ook de onkostenvergoeding, waar ook nog steeds niet echt een goede controle op is van waar, worden die, waar wordt die onkostenvergoeding nou eigenlijk aan, aan besteed, dat het gewoon niet mogelijk is om daar een regeling voor te bedenken, waar, waar, waar iedereen wat, wat meer vrede mee heeft. Nou, zou je kijken? Misschien is dit een beetje flauw, hè? Want ik heb er twee minuten uitgeknipt. En uh, zou zeggen, een nieuw Kamerlid enzovoort. Er zijn in het verleden ook wel beter doordachte voorstellen geweest. Um, misschien is het ook wel interessant om even te kijken naar de rol die de premier in dit hele verhaal speelt. Want die moet de koning officieel uh, ja, verdedigen, denk ik. Mm -hmm. um, en we hebben heel lang Mark Rutte gehad, maar nu hebben we voor het eerst premier Schoof. Dan wou ik nu toch naar de Koning voorzitten. Althans, het Koningshuis. Maar soms ja. lijkt het net alsof het over de Koning gaat. Ja, u weet dat ik elke maandag naar de Koning mag. Dus dat, maar goed, ook daar mag ik niks over zeggen. Er zijn veel vragen gesteld door de diverse fractiewoordvoerders met betrekking tot belastingvrijdom. Aanpassingen hiervan, al dan niet uitkeringsneutraal. Impliceer een complex stelselwijziging die feitelijk de ene vorm van fiscaal onderscheid vervangt door een andere vorm van fiscaal onderscheid. Een dergelijk veelomvattend traject vraagt zowel duidelijkheid als draagvlak in beide kamers. En met inachtneming van een gedeelde overeenstemming over het goede functioneren van het koningschap en het koninklijk huis. Ook in dit debat is gebleken dat er een. Toch in ieder geval vragen zijn aan zowel met betrekking tot de duidelijkheid als de vereisten van het brede draagvlak, mede met het oog op de Eerste Kamer. En gelet op het belang van het goede functioneren van het koningschap en een zorgvuldig omgang hiermee, was de reden dat daarom eh, het kabinet geen aanleiding ziet tot wijziging van het stelsel of onderdelen hiervan. Ja, dat is een mooie boel. We hebben hier toch een, een motie aangenomen die, als ik me niet vergis, zegt verzoekt de regering. Daar staat niet. Laten we eens kijken wat de Kamermeerderheid zegt en dan pakken we zelf de handschoen op. Waarom voegt u die aangenomen Kamermotie niet uit? En dan niet een herhaling van de argumenten die daarnet net voor zijn gegeven, maar toch ook het democratisch besef dat u niet kunt zeggen, ja, aangenomen Kamermotie, ik ga het niet doen, doet u het zelf maar. Voorzitter, een begin van de uitwerking van de motie heeft naar het orde van het kabinet... Verdient om te weten welke richting er moet worden omgegaan. Specifieker dan alleen maar er wordt geen belasting betaald. Uh, en uh, dat vereist dat uh, de, uh, er zowel duidelijkheid is over wat wordt er eigenlijk beoogd... Uh, is het wel of geen brutering? Dat is echt een belangrijke vraag voor die de hele trek inzet. Uh, ook vanwege alle uh, wetgevings- en andere consequenties. Maar de minister-president is hier iets aan het compliceren omdat hij het zelf niet wil. Net als de vorige minister-president. Ook de heer Rutte wilde dit gewoon niet. Ik weet niet wat voor reden daarachter zit. Kan ik ook niet weten. Maar de vorige minister-president wilde dit gewoon niet en ging er niet aan en zei: die blauwe envelop die gaat niet naar de Koning. De Kamer kan op, op zijn kop gaan staan. Dat gaan we gewoon niet doen. Ja, ik uh, ben het hier niet mee eens wat Van Nisbe zegt. Um, ik, ik vind dat het de rol van de Kamer is om een, uh, een goed alternatief uh, te bieden voor die uh, hoge toelagen. En alleen maar dat wat Schoof zegt is wel waar. Als je alleen maar zegt hij moet belasting gaan betalen, in de praktijk is dat heel ingewikkeld, omdat je dus die A en die B-component hebt. En dan, je krijgt allemaal vragen als bijvoorbeeld uh, uh, wat, wat wordt de bijtelling van een gouden koets <laughs> om maar iets te noemen. Uh, maar, dat is dat is allemaal heel ingewikkeld. Is, dus, maar dan ja? kijk, ik kan natuurlijk niet in het hoofd van uh, premier Schoof en zijn voorgangers kijken. Maar is het echt omdat ze zo'n moeite hebben met van het is te ingewikkeld? Nee, ik denk dat dat in principe, de, ik geloof niet, ook zelfs de vorige premier niet. Die was nou niet per se een hele grote uh, liefhebber van het Koningshuis. was wel iemand die uh, altijd zag naar waar, wat is er politiek mogelijk. En als je als Kamer alleen maar even een soort losse vlodder laat vallen... Dan gaat een, een, een premier natuurlijk niet uh, in dat diepe bad springen uh, om dat op te lossen. Je moet als Kamer met een goed plan komen. Dus waarom. Eigenlijk, er zou eigenlijk een, een soort. Uh, ja, bijna een tweede toorbekken moeten opstaan. Die. Uh, Echt met een, een goed idee komt over hoe je, hoe je dat staatshoofd in deze uh, 21ste eeuw Natuurlijk. laat functioneren. En wat je en eerder niet, ook zei. Van, de er moet, bij de, bij de er moet iemand te komen met een. een de, de Kamer moet een functiebeschrijving hebben en het staatshoofd, daar moet, moeten we goed over nadenken. Helemaal mee eens. Maar ik, ik wil toch even nog naar dat punt. Ja? Het, ja, mij bekruipt het gevoel als iemand die, die al die moties over de jaren heeft gezien dat er ook een soort van onwil zit bij de premier... om iets uh, te doen aan die kosten van het koningshuis. Nou ja, maar hij, hij kan natuurlijk niet... Uh, kijk, hij zit met die... Zoals ook met die, die wet Financieel uh, Statuut Koninklijk Huis. Ja, maar je hebt dat hier is... 100, 108 van de 150 Kamerleden stemmen voor. Jawel, maar goed. Je hebt die tweede derde meerderheid wel nodig. Dus je kunt als premier dan toch nu niet zeggen... Uh, we gaan nu het salaris van... De, de koning gaat nu belasting betalen... Uh, dat, dat, nou, dat zou je misschien wel kunnen zeggen, maar dan, zou je, dan moet je het natuurlijk wel invullen. Van hoe ga je dat dan doen? Want wat, uh, wat de premier hier ook zegt, is. Um, die heeft het niet zo over de bijtelling van de gouden koets, maar die heeft ja? het over zijn belangrijkste struikelpunt, zegt hij, is. Um, moet nadat de koning belasting gaan betalen, moet hij um, die uitkering dan flink omhoog, dat hij net die, netto hetzelfde overhoudt? Of. Uh, gaat hij gewoon belasting betalen en that's it. En ik wil eerst een uitspraak daarover van de Kamer. voordat ik dit ga uh, uitvoeren. Dat is wat hij, wat hij tijdens het debat heeft samengevat, uh, zei als een belangrijke reden. Ja, nou ik denk dat die, die motie gewoon veel te. Uh... Het is helemaal niet over goed over nagedacht. Er, er, het is helemaal geen plan. Het is alleen maar een, iets wat het goed doet, zoals je dus steeds ziet bij Kamerleden. Ze willen voortdurend laten zien hoe kritisch ze zijn, hoe. hoe maar, maar ze zijn eigenlijk niet bereid om werkelijk een uh, hanteerbaar uh, plan. Ze hebben ook denk ik niet een echte visie op wat de rol van de koning dan eigenlijk zou moeten zijn. Ze, hebben, ze willen graag kritiek hebben op de vader zoals die er is. Maar ze, ze weten eigenlijk niet hoe ze die, wat, ze, wat ze dan van die vader eigenlijk wel willen. En ze durven, denk ik ook niet om, uh, om daar ook echt iets aan te veranderen. Ja, al dan niet tegengehouden ook door het partijstandpunt. En wat me ook uh, opviel trouwens bij die hele discussie, dat heb ik niet in die fragmenten zitten. Maar minstens de helft van de Kamerleden begint het betoog met een enorme lofuiting op de. Op de koning. Ja, nou ja, dat is het. En, de, en dat, dat zit er kennelijk zo diep in. Uh, maar ik denk wel dat, het, dat we nu op een moment zijn gekomen dat dat, dat, dat uh, uiteindelijk ook tegen de koning gaat werken. Want je krijgt uh, toch een koningshuis wat, um, wat in deze moderne tijd um, moeite gaat krijgen, denk ik, om te overleven. Omdat het namelijk. Um, nou ja, zoals die, die beloning, dat gaat op een gegeven moment echt uh, schuren. Ja, het is misschien, um, hè, even vanuit uh, de Republikeinse club gedacht, misschien wel goed dat het steeds erger uh, wordt gevonden. Want ja, de Kamer lijkt er toch niet uh, veel aan te kunnen doen. En mensen nee, worden er wel steeds bozer over. Nee, en het gaat uiteindelijk, uiteindelijk zal het terugslaan op de koning zelf. En Um, ik denk eigenlijk juist, als je, als, je een, als je graag wil dat het koningshuis overleeft, dan moet je het koningshuis helpen om uh, een soort 21ste eeuws uh, profiel aan te nemen. Uh, en en nou, daar is die beloning is daar een onderdeel van, uh, maar bijvoorbeeld ook uh, de omvang uh, van het koninklijkheid. Ja, want... Um... Ik zag iets geks gebeuren dit jaar. Er was bij de partijen die traditioneel heel erg pro-koningshuis zijn, VVD, CDA, was er ook wel ongemak over leden van het Koninklijk Huis die uitspraken deden die al dan niet gevoelig lagen. En dat raakt dan aan de ministeriële verantwoordelijkheid. Ja, dus iedereen die, die in het Koninklijk Huis zit, die daar lid van is. Die is, ja, Je kunt ook zeggen, die staat onder curatele van de ministers. Dus die zeggen iets, uh, Nou, Maxima zegt iets over de digitale euro of het digitaal geld. En dan mag een minister daar uitleg eventueel over geven. Ja. Um, en het uh, is niet iedereen van de familie. Hè? We hebben bijvoorbeeld Prins Bernard Junior, is wel bekend. Maar die zit dan weer niet bij het Koninklijk Huis. Nee, het Koninklijk Huis familie. bestaat alleen uit de koning, zijn echtgenoten... Uh, zijn dochters, zijn voorgangster. Uh, en zijn broer Constantijn en zijn vrouw uh, Laurentien. Ja, we gaan naar de, de VVD kijken die uh, het heeft over de ministeriële verantwoordelijkheid. en dan met name voor. Um, uh, bijvoorbeeld Laurentien en. Uh, uh, de jongste twee dochters van de koning. Hoe werkt die ministeriële verantwoordelijkheid nou daadwerkelijk in de praktijk? Ik denk dat het wel goed is. om met elkaar eens rustig en goed dat er zorgvuldig wordt gekeken naar... wat zijn nou die geldende spelregels. Volgend jaar is het heugdelijke moment... dat uh, de jongste van de drie prinsessen... 18 zal worden en daarmee dus ook... volwaardig lid van het Koninklijk Huis zal, uh, zal gaan zijn. Um, en in de, de afzienbare tijd is het aannemelijk dat... Uh, de beide prinsessen die niet uitkering zijn ook... toe zullen treden tot het werkzame leven. En dan gaan we deze discussie krijgen. Het lijkt me goed om dat moment voor te zijn. Om te kijken, kunnen we... Die discussies ook voorkomen. Ik ben ook heel benieuwd hoe de minister-president uh, dat voorziet Ik ben zo benieuwd naar zijn visie daarover. Is er wordt ook bereid om te kijken of wij een commissie van wijzen, heb ik het maar even genoemd, uh, of we die kunnen instellen om eens hun blik te laten werpen op de taken, verantwoordelijkheden, omvang en samenstelling van het Koninklijke Huis. Ja, voorzitter, maar die discussie die is er al. Sterker nog, de heer Artsen, die begint over die discussie. Die raakt ook aan de ongemakkelijkheden die de afgelopen tijd is ontstaan. En de onrust die dat mogelijk in de samenleving kan veroorzaken. Dus is niet al het punt waar we nu zijn het feit er is discussie. Laten we een aantal staatsrechtgeleerden en mogelijk wat mij betreft ook leden van het Koninklijk Huis... ...gewoon vragen om input van wat zijn de scenario's, hoe zouden we voort kunnen gaan... ...en hoe zouden we toch kunnen borgen dat het apolitieke karakter... Blijft. Voorzitter, mij is toch ook nog niet, niet helemaal helder. Uh, de de, ik snap, zou niet weten wat nou precies de opdracht wordt van deze commissie, terwijl ik wel de vragen die de heer uh, Aartsen stelde uh, waren wel terecht. Maar volgens mij zijn dat gewoon vragen aan de minister-president. Uh, en volgens mij zou het heel goed zijn als hij daar antwoord op geeft. Uh, en kan je dan met elkaar hier in het parlement het debat hebben over wat we vinden van die interpretatie van die ministeriële verantwoordelijkheid, welke ruimte er nu is of wij willen dat daar iets op verandert. En alleen daarvan, als we er echt niet uitkomen, zou je nog eens kunnen kijken of er misschien nog eens een groep van wijzen naar zou moeten kijken. Maar dit is echt het, het uitbesteden van het werk, wat gewoon hier ligt en waar de minister President voor verantwoordelijk is. Ja, hier zie je dus ook weer dat er op zich een goed voorstel hè, van zo'n commissie. Want dat, ik, denk, ik vind het een goed voorstel van de VVD. Het is heel concreet. Uh, er wordt onmiddellijk weer zand in de machine gestrooid uh, door um, NSC en GroenLinks. die ja. zich juist kritisch tonen als het, uh, over het Koninklijk Huis. Maar die dan toch weer ervoor zorgen dat er niet vanuit de Kamer een eensgezind uh, initiatief komt. Komt, waar je dat zou kunnen leiden tot concrete verandering. Ja, want het is hier natuurlijk heel erg samengevat in twee minuten, maar volgens mij wil de VVD dat uh, uh, het kabinet, de regering, uh, met een uh, commissie van wijze komt. Uh, een nieuw sociaal contract heeft later een, uh, een motie ingediend dat de uh, Kamer zo'n commissie aanstelt en dat daar ook iemand van koninklijk of. Ja, dat is wel helemaal en Ariane er zelf bij moeten gaan dat zitten. Dat vond ik dat, dat is onbegrijpelijk. Hoe, hoe, kun je nou, hoe kun je nou weer het koninklijk huis dan nou weer dat, dat dat staat volstrekt haakt op het idee dat juist het initiatief bij die Kamer moet liggen. En ja, want dat is volgens mij wat GroenLinks P van de A zegt: van nee, wij moeten als Kamer eerst een standpunt hebben. en dan pas komt er zo'n commissie van wijzen. Want verderop in de discussie zegt uh, Aartsen van de VVD zegt ook nog: van nee, wij moeten als Kamer daar niet te veel aan zitten. Dat moet apolitiek en buiten ons liggen. Dus wie, je hebt, ik ja. zie hier drie standpunten en. Uh, en het, ja, het leidt tot niks? Dus eh, ik voorspel ook eigenlijk dat het, dat het helemaal niks wordt. In ieder geval niet met, met, deze, met, met deze Kamer. Eh, zie ik het na dat debat eh, heel somber in dat, dat er iets gaat veranderen. Dat is voor jou heel goed. Want hoe langer ze men voortmoddert, hoe, hoe, hoe erger het uiteindelijk wordt. En, en ik denk dus dat als je de manier om de monarchie. Op een gegeven moment om daar om die af te schaffen, is om het zo op zijn beloop te laten. Laat ze maar lekker prutsen. ja Maar stel je voor, want dat wil ik toch wel ook wel even opnemen. Voor de, de, de redders van de monarchie. Je wordt voor de commissie gevraagd van wijze. Je gaat daarin zitten. Ja, wat zou je die mensen aanraden over die ministeriële verantwoordelijkheid? Oh ja, nou, ik denk dat daar een hele. Uh, uh goede stap zou zijn om uh, de, het aantal leden van het koninklijk huis uh, te beperken. Dus uh, door de, de, het, het, het huis zo groot te maken, uh, is het probleem is, is het veel moeilijker om die ministeriële verantwoordelijkheid op een goede manier toe te passen. Want op dit moment uh, Laurentien en Constantijn die krijgen geen toelagen, want ze doen niet genoeg zeg maar ceremoniële ze hebben niet genoeg symbolische functie om een, om een toelage te krijgen. En dus moeten ze hun eigen geld verdienen. En dus uh, moeten zij grote vrijheid hebben om ja. dat te kunnen doen. Ze zitten vaak een beetje in de wereld van de goede doelen, veel, veel royals. Nou ja, ze moeten dus gewoon hun, hun, hun bedrijf. Uh, nou, en op het moment dat je natuurlijk je eigen bedrijf hebt en je tegelijkertijd lid bent van het Koninklijk Huis, krijg je een soort vermenging die heel ongezond is. En waarvan ik zou zeggen: uh, dat zou eigenlijk niet moeten kunnen. Uh, ik vind eigenlijk niet. Dat uh, een minister verantwoordelijk kan zijn voor de consultancy business van uh, twee particuliere uh, mensen. Laat ze lekker zoals Bernard Junior of, of de Gravin Fluencer, laat ze lekker ondernemen, ijsjes verkopen. Ja, maar ik vind niet dat je in, in het kader van, van, van Nederland uh, de belangen van uh, uh, cosmetica concern L'Oreal uh, moet gaan, uh, nee, maar moet gaan de, vertegenwoordigen. De, de dochter van Lawentine Eloïse zit natuurlijk niet in de koninklijk huis en, en Laurentien nee, Maar wel. Laurentien zie je bijvoorbeeld heel vaak optreden ook hè, in video's van haar dochter. Uh, en die video's worden weer oh, gebruikt. Ja, kijk je ze? Ja, ik, ik, ja, ik kijk dan ze dan het zeker, ja. Nee en, en je ziet dus ook dat, dat dus de, hele, de hele reputatie van influencer van uh, Eloïse, die is ook gebaseerd op het feit dat zij de dochter is van een lid van het koninklijk huis. En prins Constantijn en... en, en um, Laurentien, die treden dus ook op in haar video's. Dan zie je bijvoorbeeld dat ze bij haar op bezoek komen in New York. Dus het, het is een soort theater wat er natuurlijk wordt opgevoerd. Maar dat is uiteindelijk wel bedoeld om dus Eloïse dan weer geld te laten verdienen. met het verkopen van uh, haar schuim of weet ik wat ze allemaal verkoopt. Is ook belangrijk. Uh, is voor haar vast heel belangrijk. Maar ik vind het heel ongezond dat dat een deel is van van het staatshoofd dat wij Kijk, hebben. Er zijn natuurlijk veel... Uh, dat vind ik wel grappig... want ja, ik was altijd al tegen het Koningshuis. Ik vond het belachelijk. Maar nu zie ik dus heel veel medestanders... ineens in de conservatieve hoek... die dan zeggen van... ja, ze moeten ermee ophouden. Eloïse moet niet meer gaan influencen. Laurentien moet niet meer dat. Constantijn nou, ze, ze moet niet meer dat. Ze moeten dat maar, vooral gewoon lekker doen. Maar ik zou zeggen... Kan van, dat überhaupt wel? Als je nou een goed, goed functionerend... Koningshuis wil hebben... Um, Maak het dan klein. Beperk het dan tot de mensen die ook daadwerkelijk die functie uitoefenen. Binnen en dat zijn Alexander, wat mij betreft. Maxine. Ja, de koning, zijn vrouw, natuurlijk ook zijn voorganger, want je de koningin, die is nou eenmaal, als je ooit koningin geweest bent, dan blijf je dat toch altijd een beetje. Um, en zijn opvolgers. En, uh, maar niet ook nog zijn broer en dienstvrouw. En het, het, je maakt daarmee dingen. Uh, ingewikkeld en, en doet toch ook afbreuk, vind ik, echt aan uh, de functie die een staatshoofd heeft. Het, is, het, is, het wordt een beetje een soort uh, poppenkast. Het is ook een beetje ingewikkeld, begrijp ik. Hè? Kijk, uh, los van wat je nou vindt van wat, wat Laurentien doet. Ik ben persoonlijk wel fan eigenlijk van de werk, maar we moeten er nu met een staatsrechtelijke bril naar kijken. Um, ja, ze, ze doet dan dingen, er moet dan reactie uh, over komen. Het was niet helemaal duidelijk wie dan die reactie moest geven. Uh, de, minister, de staatssecretaris, de minister-president, hoe, hoe zit dat eigenlijk? Ja, dus dat is dus de minister in dit geval, de staatssecretaris, eigenlijk niet de premier. De premier komt pas in beeld uh, als er, uh, maar haar, haar, het was dus het ministerie van uh, Financiën die daarover ging. Dus die minister was ook verantwoordelijk of staatssecretaris. Maar die verwezen het weer naar de premier. Ja, nou ja, daaraan zie je dus dat dat is dus slecht voor um, de democratie. Want het, uh, dat is natuurlijk altijd, als er iets is met het Koningshuis. dan is altijd de verantwoordelijkheid zoek, een beetje. Want dat, die ministeriële verantwoordelijkheid is een prachtige formule. Maar is, er, er is wel een heleboel ruis altijd in dat gebied, omdat er natuurlijk een, een soort. Je komt uiteindelijk altijd bij dat stukje van die koning, uh, die onschendbaar is. En waar je dus niet precies van weet hoe het nou zit. En dan, dan um, moet de premier dus die verantwoordelijkheid op zich nemen. Maar um, in, bijvoorbeeld bij Laurentien, uh, wil die minister dat natuurlijk eigenlijk niet. Die wil natuurlijk niet verantwoordelijk zijn voor. betere dingen te doen als minister van Financiën. dan je met Laurentien gaan bezighouden. Nou ja, ze heeft natuurlijk. dat is de fout geweest. Ze heeft haar die opdracht gegeven. Dus um, vanaf dat moment. Um... Ja, kom je natuurlijk toch een beetje in een schemergebied terecht? Van wie is Laurentien nou eigenlijk? Is maar, zij gewoon iemand die een opdracht heeft gekregen? Of is zij een lid van het Koninklijk Huis? Maar stel nu uh, de, de commissie van Wijzen uh, met, met mevrouw Hooghiemstra, die geeft het advies, het wordt opgevolgd. Uh, Laurentien eruit, ze gaat verder uh, lekker aan de slag, ze krijgt uh, weer opdrachten en uh, er is weer gedoe over, al dan niet terecht. Nou ja, maar om te beginnen zou je haar. Die opdrachten niet moeten geven als overheid. Het is gewoon niet verstandig. Maar ja, dan. Uh, ja, ze is. Maar ze zit niet meer bij het Koningshuis dan. Ze nee. Is gewoon familie van. Ja, maar dan nog. Uh, nou ja, goed. Je, je dan ga kunt ik bijna opkomen. Nou, dan ga ik eigenlijk opkomen voor de ja, hele okay. van nee, Nou Tier. ja, nee, daar heb je gelijk. Je, je zou haar natuurlijk die opdracht best kunnen geven. En als ze die dan slecht uitvoert, dan is de minister daarvoor verantwoordelijk. En dan willen we precies weten uh, wat er gebeurd is en hoe. En, nee, maar ik bedoel, als ze niet ja? meer. Onder die verantwoordelijkheid valt, maakt het. Wat ik probeer te zeggen, denk ik, is maakt het nou echt zoveel uit of ze onder die verantwoordelijkheid vallen of niet? Want de rest van de wereld ziet het toch gewoon al als de koninklijke familie. Ze lopen toch wel mee met Koningsdag zwaaien. Ja, ze... dat denk ik toch niet hoor. Want je, je ziet toch ook wel al een heel groot verschil met, met um, bijvoorbeeld de, de zoons van Pieter van Vollenhoven. Hè, die doen ook van alles. De, 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 de beroemde Pandjesprins. En, ja. uh, nou, daar kun je van alles van vinden. Maar dat heeft verder niet met ons staatshoofd te maken. Nee. Ja, de, de, het ik is ben er wel blij is mee, want het gedoe van... daarover is volgens mij weer slecht voor de steun van de monarchie. Maar staatsrechtelijk is het zuiverder. Ja. Hij er buiten zit. ja, en ik vind toch die staatsrechtelijke zuiverheid, die is toch wel heel belangrijk. Want als je dat eenmaal laat varen, als, dat een, als alles troebel wordt, uh, ja, dat, dat is niet in ons belang. Wie er sowieso in blijft dan bijvoorbeeld is... Uh, Maxima. Ik, ik zag net weer een, een tweet van de account van het Koninklijk Huis. Uh, en daar stond dan UNS, ik weet even die afkorting niet. Maar VN vertegenwoordiger dit en dat Maxima heeft een fireside chat met de, uh, het hoofd van ABN Amro over dit en dat en dit. Ja, nou ik vind dat veel te ver gaan. Dus als je dat koninklijk huis dus kleiner maakt, uh, dan zou je de uh, ministeriële verantwoordelijkheid denk ik ook serieuzer moeten nemen. En dan zou je ook echt moeten uh, bepalen, denk ik, dat zij op aarde zijn om ons staatshoofd te zijn. En dat is, dat is hun functie. En uh, niet om uh, bij de VN allerlei functies te hebben, waar, waar wij helemaal geen zicht op hebben. Want wij wij hebben natuurlijk helemaal niks. We betalen er wel voor. We betalen ervoor, maar we hebben geen idee met wie zij allemaal gaat praten. Ja, en wat ze, ze... Saoedische kroonprinsen bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, nou dat, dat dat was, dat was ook een goed voorbeeld dat ze dus met die met die zeer omstreden uh, Saoedische prins uh, in gesprek was, terwijl die er net een hele toestand was geweest over een man die uh, vermoord was door dat uh, waarschijnlijk. Maar in ieder geval dat dat had uh, vanuit Nederland was dat nooit uh, bedacht. Dat er zo'n gesprek was. Maar omdat zij dus bij de VN is, zit ze ineens met zo'n man uh, uh, aan tafel. En dan blijkt er ook niemand verantwoordelijk te zijn. Maar Want dan, dan zeg je dus eigenlijk iedereen tegen. iedereen weer naar elkaar. Dan zeg je dus eigenlijk tegen Maxima van: Nou, uh, lekker zwaaien en, en, en af en toe een lintje doorknippen en verder uh, ja, rustig aan. Ja, dat kun je. Kun je dat, dat, ja. Eigenlijk zeg ik dat ja. Gaat dat en, lukken? Nou ja, ik, ik zou denken dat dat je als in staat zou moeten zijn om zelf te bepalen wat jouw staatshoofd wel of niet doet en zijn en zijn familie. Want die, die die dan zou je eigenlijk dus ook dat koninklijk huis ook echt als het staatshoofd moeten zien en niet als allemaal privépersonen die toch maar gewoon lekker ook hun eigen leven moeten hebben. Nee, ja, dan neem je het serieus uh, als uh, als een instituut. Iets anders wat ook wel eens wordt gezegd is. Um, we moeten helemaal naar een ceremonieel uh, koningshuis. Want nu heeft de koning nog een, een rol uh, bij het ondertekenen van wetten en zit officieel nog in de regering. En, en nou ja, officieel uh, heeft de koning nog wel wat macht. En nou, ik wil je wat uh, laten zien over hoe de Tweede Kamer daar uh, naar kijkt. Ziet de heer Sneller niet bijvoorbeeld ook een verbindende rol die de koning als staatshoofd kan hebben? Bijvoorbeeld bij bordesfoto's, installatie van bewindspersonen, het feit dat zijn naam onder elke wet staat, ook in elke turbulente tijd, dat toch dat de gemeenschappelijke verbindende factor is. Hoe kijkt de heer Sneller daar tegenaan? Uh, ik denk dat juist de rol van staatshoofd of de ceremoniële functies, de samenbindende rol, beter tot zijn recht kan komen als je hem buiten dit geharre van ik ben lid van de regering en ik moet iets van wetten vinden, uh, zie de situatie in België in het verleden, uh, dit roept gewoon elke keer discussie op. Het, het vraagt ook iets extra's van de ministeriële verantwoordelijkheid. Wat vervolgens de, 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 de iets wat gekunstelde oplossing is, uh, waar de heer Omtzigt mee komt in het interview die allemaal niet veel minder nodig zouden zijn, waar veel minder spanning op komt te zitten, als je het beperkt tot ceremoniële rollen. En je ziet ook in andere monarchieën, ook westerse Europese monarchieën, dat dat heel goed kan werken. Je ziet hier twee standpunten eigenlijk van partijen, een beetje in het midden. De een zegt van: nee, de de rol die de koning nu nog heeft is juist heel goed voor de ceremonie. En de en andere partij die zegt van nee, hij moet helemaal. Ja, ik vind het een volstrekt onzinnige discussie, eerlijk gezegd. Ik, het is allemaal symboliek. Of ik bedoel, of hij nou zijn, zijn handtekening onder die wetten zit, maar, maakt natuurlijk helemaal niet uit. En, en dat hij verwijst naar de, de situatie met de Belgische koning. Dat Wat is, gebeurde daar? Nou, die, heeft zich toen, die wilde toen een wet uh, voor abortus uh, niet ondertekenen. Maar uh, dat is natuurlijk volstrekt ondenkbaar. De, de koning bemoeit zich al lang niet meer met wetten. Die bemoeit zich. Die wil die, dat tekenen. Dat is echt. Dat is al lang ceremonieel. Dus, maar moet je het. Uh, dak niet repareren terwijl de zon schijnt. Ja, maar ik vind dit wel heel erg ook weer een soort voor de bühne, een discussie van, kijk, ons is kritisch zijn op het Koningshuis en uiteindelijk helemaal niet het hebben over de dingen waar het echt om gaat. Want het, het gaat natuurlijk niet om die handtekening, het gaat ook niet om het formele feit dat hij lid van de uh, Raad van State is. Dat maakt helemaal niet uit. Het gaat erom hoe hij functioneert. En, en probeer daar nou eens wat aan te doen, en, maar dan ook echt. Zou het niet kunnen dat, dat dit ook gewoon uitingen zijn van politici die eigenlijk gewoon voor een democratisch systeem zijn, eigenlijk voor een republiek zijn, maar dan ja, toch maar iets, iets anders? Want ook bijvoorbeeld Jesse Klaver, die we op het begin zagen, die partij is voor een republiek, officieel, GroenLinks B van de A. Maar in zijn, uh, uh, in zijn um, speech uh, zegt hij. Um, Nee, we willen naar een ceremonieel koningshuis. Ja, maar dat, dat ceremonieel koningschap, die term slaat ook nergens op. Want dat hebben we al lang. Er is helemaal geen sprake van dat, dat uh, Willem-Alexander zich bemoeit met het beleid. Je had in de tijd van Beatrix... Hoe weten we dat? Want we zagen ook natuurlijk premier Schoof zeggen van... nou, ik ga elke maandag naar de koning, maar daar mag ik niks over zeggen... Hoe weten we dat Willem-Alexander zich dan niet bemoeit? Nou, er is geen enkele aanwijzing voor. En uh, in ieder geval, onder Rutte was het contact vrij uh, beperkt. Bovendien is het heel. Dat, uh, ja, er is, er is geen enkele aanwijzing dat, dat hij ook die. die behoefte heeft uh, om zich met het beleid te bemoeien. En dat had zijn moeder natuurlijk veel meer. Ja. Die verdiepte zich echt in, in dossiers en zo. Willem-Alexander is daar helemaal niet mee bezig. Nee, maar Amalia zou er wel weer mee bezig kunnen zijn bijvoorbeeld. Nou ja, dat is waar. Dus het, 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 er, er is natuurlijk wel een mogelijkheid om dat te doen. Maar ik denk dat dat nu wel veel moeilijker is... omdat de transparantie natuurlijk veel groter is hè, dan ooit. Uh, alles... Laten we eerst maar afwachten of het misschien fout kan gaan. En dan is het probleem wel voor, voor dan. Nee, ik bedoel eigenlijk bij politieke besluitvorming is nu de transparantie veel groter dan 30 jaar geleden. Dus uh, je komt niet meer weg met uh, dat je een besluit aan het doorduwen bent. omdat de koning, de koning of de koningin jou daartoe heeft uh, aangezet. Je moet alles uitleggen, verantwoorden. Alle stukken worden opgevraagd. Ik denk dus dat de mogelijkheden voor de koning om het beleid te beïnvloeden, die zijn nu kleiner dan ooit. Maar ik denk dus ook niet dat het daarover gaat. Ik denk dat het gaat erover wat voor een staatshoofd hebben wij en die functie is ceremonieel, dat is hij al. Maar hoe. Kan hij nou die ceremoniële functie zo goed mogelijk uitoefenen? Daar gaat het volgens mij om. En ik heb het idee dat Kamerleden de hele tijd die discussie, uh, als het echt concreet wordt, uit de weg gaan. Doordat ze dus met, met grote dingen komen, als bijvoorbeeld ook zo'n statement: ja, ik ben republikein. Ja, wat, wat zegt dat nou? Ik ben eigenlijk republikein. Ja, maar Dat zegt ja, mij helemaal niks. Het, ik hoor het. Kamerleden eigenlijk nooit zeggen, maar dan, dan kun je toch zeggen: van nou, ik ben bijvoorbeeld voorstander van een republiek naar Iers model, waarbij de president direct wordt gekozen en waarbij die een bepaalde beschermende rol heeft. Dat als wetten misschien in strijd zijn met de grondwet, dat het naar een grondwettelijk hof gaat. Ik noem maar wat, hè? Dat, dat is een optie. Um, maar inderdaad, ik hoor politici ook nooit zoiets zeggen. Als je zelf een, een elevator pitch zou moeten geven van wat voor staatshoofd je voor je ziet, wat, wat zou dat dan zijn? Nou, een staatshoofd dat. Uh, uh, dat die vertegenwoordigende uh, en aanmoedigende rol. goed optimaal kan spelen. En die dus geen aanstoot geeft doordat zijn schoonzusje. Uh, uh, de, de, het ministerie op kosten jaagt met, met een, met een uh, omstreden uh, methode op een zeer uh, politiek gevoelig dossier. Uh, dat, dat, dat doet afbreuk, wat mij betreft, aan de vertegenwoordigende uh, rol van een, van een staatshoofd. Um, het andere is dat, dat het, uh, het, het feit dat, dat de familie zo uh, toch wel zeer uh, riant wordt beloond. En, en dus ook een, een, een soort jet set uh, met met speedboten van een miljoen en zo. Uh, op zich, misschien moet je niet uh, uh, de hele tijd met je telelens gaan kijken wat ze allemaal doen in hun privé-tijd, maar toch. Uh, wordt het op een gegeven moment natuurlijk toch wel een beetje uh, gênant dat, dat, dat er dan één familie is in Nederland die vanwege geboorte uh, elk jaar, uh, wat is het nou in totaal uh, inmiddels? 80 miljoen, 80 zegt het miljoen algemeen Dagblad. Ja, dat dat, dat is, is gewoon heel moeilijk te, vind ik, te, te, te rijmen met de vertegenwoordiging van een, uh, een, een, een normaal democratisch land. Uh, dus. Ik proef hier wel een beetje republikeinisme, Want als je geen gedoe wil over de familie... ja, ik pak maar even de parlementaire republiek in Europa erbij. Duitsland, Finland, Ierland, IJsland, Zwitserland, Oostenrijk. Voor zover ik weet is daar nauwelijks gedoe... over ja, nee, familieleden dat, van de staatshoofden. Nee, maar dat zou natuurlijk ook het beste zijn... Uh, dus nee, daar is geen twijfel over. Ik bedoel, het, 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 het koningschap past niet bij deze tijd. Maar tegelijkertijd stel ik vast dat, het, dat men zeer, zeer gehecht is aan die koning. En ik ook wel zie dat, dat nou ja, die historische situatie, dat dat nou eenmaal iets is waar mensen van houden. En dat vinden we mooi. Nou ja, oké, okay, als dat dan zo is, richt het dan goed in en richt het dan zo in dat het zoveel, zo, zoveel mogelijk in de buurt komt van een een, een uh, democratisch uh, uh, staatshoofd. Maar hoe je het ook inricht, je blijft dus heel erg afhankelijk van... Nou ja, wat de individuele familieleden willen. En <tiek> wat je natuurlijk ook nog houdt is... nu moet dus Amalia moet zo meteen een, een partner vinden... en dan moeten wij daar dan van, met z'n allen wat van vinden... Ja, en dan nee, dat zijn ze allemaal ook weer hele, kinderen krijgen. Nee, dat zijn hele grote problemen. Ik, wat dat betreft weet ik ook niet sowieso of, 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 dat, of dit systeem het zal overleven. En dan, ik denk dan eigenlijk... Ik het, tot nu toe dacht ik altijd... Uh, zij zullen zelf degene zijn die op een gegeven moment zeggen... we willen dit niet meer. Want dat kan ik me heel goed voorstellen. Het lijkt me verschrikkelijk als heel Nederland gaat meebeslissen over... Met Wordt vaak gezegd van, van Republikeinen, jullie zijn zo jaloers. Nou, het laatste wat ik ben is jaloers nee, op die mensen. Het is eigenlijk onmenselijk uh, wat er gebeurt hè, met... met uh, met mensen. Dat, dat is nog steeds zo. Dat was vroeger al zo, maar dat is nu nog... Is misschien nu nog wel erger met al die camera's. Ja. Tot slot. Politici, of nee, republikeinen in Nederland. Wat, als je op hun stoel moet gaan zitten, op onze stoel eigenlijk, wat is daar nou een goede strategie voor? Zouden die uh, moeten werken met kleine stapjes, het, het inkomen wat aanpassen, wat meer, wat minder bevoegdheden, wat minder mensen in dat koninklijk huis... En moeten ze zich daarop richten? Moeten ze zich gewoon heel principieel opstellen? Moeten ze gewoon helemaal niks doen? Dan, uh, dan stoppen we ermee hier. Wat denk je dat een goede strategie is? Nou, als je van het Koningshuis houdt, dan, ga, dan zorg je ervoor. En dan zorg je dat het in overeenstemming is met de tijd. Uh, en met het politieke systeem dat we hebben. En dan ga je dus. Uh, ja, als je dat kleine stapjes noemt, dan ga je met kleine stapjes. Uh, pas je dus die, die monarchie zoals die tot nu toe uh, heeft gefunctioneerd... pas je die aan, aan de tijd. En, en dan maak je een kleine koninklijke familie... Die, uh, uh, waar de ministeriële verantwoordelijkheid serieus genomen wordt. Dat zou ik zeggen. En ook uh, de, de, de toelagen die, ja. die ze krijgen. Maar vroeg het omgekeerde? Oh. Wat als je er niet van houdt? Als je er niet van houdt... dan zou ik het vooral zo laten zoals het nu is... Uh, en dan zou ik uh, ja, misschien het Koninklijk Huis juist uitbreiden. Zou ik zeggen, uh, misschien moet Eloïse ook lid worden van Bernard het Koninklijk Junior huis. erbij. Bernard Junior erin, waarom niet? Het nog is, wat het geld is erbij. Het is allemaal onze familie. En uh, dan op een gegeven moment vindt iedereen wat anders ervan. En dan, uh, dan is het uh, op een gegeven moment afgelopen. Denk ik. Lekker nog meer ophemelen en dan gaat het vanzelf wel een keer voorbij. Ja, ja. nou, ik, uh, ik ben benieuwd. Uh... <laughs> de Republikeinen hiernaar gaan kijken. Heel erg bedankt in ieder geval voor je, voor je toelichting op de verhouding politiek Koningshuis, maar ook wat breder Koningshuis en maatschappij. Uh, Daniela Hooghiemstra. Dankjewel ook voor het kijken of luisteren naar deze podcast van Republiek. Uh, vergeet ook niet je te abonneren en deze video te liken. En we zijn natuurlijk ook heel benieuwd uh, wat je zelf vindt van de verhouding tussen Koningshuis en politiek.